Als je een appel hebt gegeten of een uurwerk hebt gesloopt, wordt het klokhuis weggesmeten waar je toch niets meer voor koopt. Ha! Klokhuis, klok, klok, klokhuis. Alle dagen strijk en zet, klokhuis op het derde net. Hallo. Hallo, ja, daar is de kant. Zoals jullie zien valt er s'nachts weinig in de natuur te beleven. De meeste mensen zijn dan ook s'nachts niet buiten de deur aantreffen. Zou dus denken dat de dieren ook zo verstandig zijn om s'nachts lekker binnen te blijven? Nou, vergeet het maar. Juist s'nachts gaan de meeste dieren op pad. Op dit moment barst het hier van de haarsen, konijnen, muizen, vlinders, vogels, noem maar op. Allemaal geen barst van te zien. De dieren begrijpen nog steeds niet dat de mens alleen maar overdag goed kan zien. En s'avonds liever naar de televisie kijkt of vroeg naar bed wil. En dat onaangepaste gedrag van de dieren komt de verstandhouding tussen mens en dier natuurlijk niet ten goede. Maar ja, dat hebben de dieren dus duidelijk aan zichzelf te wijten. Zullen jullie zeggen, waarom sta je daar dan midden in de nacht als er toch niks te zien is, Piet Roest? Het antwoord erop is heel eenvoudig. Omdat er s'nachts nog heel wat in de natuur te beleven valt. De natuur bestaat namelijk wel uit even nog wat meer dan alleen maar dieren. Je hebt toevallig ook nog bomen en planten, struiken, water en lucht en ga zo maar door. Helaas valt er s'nachts ook niet zoveel aan te zien, zodat wat de natuur betreft alleen nog maar de sterrenhemel overblijft. En daar wou ik het deze keer over hebben. De hele hemel zit vol met sterren, tenminste als er geen wolken voor zitten. En als je goed naar de sterrenhemel kijkt, dan kan je zien, als je geluk hebt, een vallende ster. Toevallig is er op dit moment geen vallende ster te zien, maar neem er maar van mij aan dat er voortdurend elke nacht vallende sterren te zien zijn. Nou is er een gezegde dat als je een vallende ster ziet, dat je dan een wens mag doen en dat die wens dan ook uitkomt. Kijk. En daar wou ik nou even voor waarschuwen. Als je per ongeluk een vallende ster ziet, doe dan in hemelsnaam geen wens. Ik herhaal, doe dan geen wens. Want dat zou wel eens fatale gevolgen kunnen hebben. Als het namelijk waar is dat die wens ook uitkomt en je zou wensen dat er weer een vallende ster te zien was en je zou dan weer wensen dat er nog een vallende ster was, et cetera, dan zou je in theorie op één avond alle sterren naar beneden kunnen laten vallen. Je begrijpt dat dit rampzalige gevolgen voor het heelal zou hebben. En tevens voor onze aarde. Want waar zouden we al die sterren moeten laten? Daar is geen plaats voor. Wees dus heel voorzichtig daarmee. Zie je nou toch eens een vallende ster, doe dan gewoon één wens. Bijvoorbeeld het mis zakgeld of een nieuwe stereo-installatie, maar laat het dan ook bij, hè. Dus komen we allemaal echt in de problemen. Volgende keer een luchtiger onderwerp, namelijk het gebruik van nijlpaarden bij de Oosterscheldewerken. Dit was terug naar de Dumptroest. Blauwkapel, een dorpje aan de noordkant van Utrecht. Zaterdagavond 15 juni 1847. Het is een windstille, warme dag geweest, maar nu de avond valt, begint het een beetje te waaien. Dan klinkt er een gerommel dat om onweer doet denken. Gordijntjes worden opzij geschoven, maar er is geen wolk te zien. Dan opnieuw gerommel, een lichtflits en een geluid alsof er iets zwaars naar beneden komt. Nieuwsgierig gaat men zoeken. En wat men tenslotte vindt, dat is dit. Een meteoriet, een steen uit het heelal. Toen mensen hier deze hebben gevonden, zo'n 150 jaar geleden dus, toen wisten ze er eigenlijk nog niet zoveel van. Maar tegenwoordig weten we meer. Meer dan 4600 miljoen jaar geleden zijn ze ergens in het heelal ontstaan. Enorm veel van die stenen zijn toen samengeklonterd tot grote bollen, de planeten. Op die manier zijn toen de aarde, de maan, Venus, Mars en de andere planeten gevormd. Alleen, er bleven toen nog stenen over. Er had nog een planeet van gemaakt kunnen worden, maar dat gebeurde niet.
En sinds die tijd zweven die losse stenen in de ruimte, in een grote baan om de zon. En wanneer een paar van die stenen tegen elkaar opbotsen, dan kunnen ze uit hun baan raken. En na een reis van miljoenen en miljoenen jaren kunnen ze in de buurt van de aarde terechtkomen. En dan gebeurt het. Want de aarde die trekt die stenen aan, steeds dichter en dichterbij, totdat ze in de dampkring terechtkomen. En door die aantrekkingskracht van de aarde gaan de stenen steeds sneller en sneller, nou wel duizenden kilometers per uur. En door die snelheid worden ze gloeiend heet en beginnen te smelten aan de buitenkant. En dan zie je zo'n brandende vuurbol door de lucht heen gaan. En dan valt hij op de grond en een enkele keer dan wordt hij gevonden. Nou zijn de meeste meteorieten al lang verbrand voordat ze op de aarde terechtkomen. Daarom zijn ze ook zo zeldzaam. In Nederland zijn er 3 gevonden voor zover we weten. En deze is veruit de grootste. Utrecht heet die. En hij heet Utrecht omdat als je een meteoriet vindt, dan noem je hem naar het dichtstbijzijnde postkantoor. En dat was Utrecht. Dan kun je een meteoriet het makkelijkst herkennen aan zijn buitenkant. Die is zwart, geblakend en glad. Komt omdat hij gesmolten is geweest. Bovendien is die heel zwaar, want er zit ijzer in deze tenminste. Die glinsterende puntjes, dat is zuiver ijzer. En je kan ook zien dat er ijzer in zit, want er blijft zo'n magneet aan hangen. Hier is nog een meteoriet. Dat is deze. Of eigenlijk is dit een stuk van een meteoriet. Die bestaat uit nikkel en ijzer. En de meteoriet waar dit een stuk van is, die is zo groot als Paleis Soestdijk. Die is terechtgekomen in Arizona, in Amerika. En toen is die in duizenden stukken, dit soort stukken, uiteengespat. En wat er van over is, is een enorme krater. En nou heb ik er ook eentje die in Rusland is gevonden, in Siberië. 250 jaar geleden. En die heeft daar zo lang gelegen dat het steen helemaal is weggeteerd. Je ziet dus alleen nog maar het ijzer. En dat is best scherp. Maar hij ziet er wel heel mooi uit, vind ik zo. Nou mogen meteorieten zelf heel zeldzaam zijn. En er eentje vinden zal je wel helemaal nooit lukken. Maar je kan ze wel zien neerkomen. Want elk jaar in augustus, dan komt de aarde door een gebied in de ruimte waar een heleboel van die steentjes zijn. En een deel van die stenen komt heel dicht langs de aarde. De aarde trekt ze aan, ze verbranden. En het lichtspoor wat je dan ziet, dat is de vallende ster, waar je een wens bij kan doen. Maar ja, het is dus geen ster, het is gewoon een steentje. En in april, dan is er nog zo'n gebied. En daar zijn de steentjes veel groter nog. En dan heb je dus echt kans om een mooie grote vuurbol te zien. Maar ja, het lichtspoor komt heel zelden op de aarde terecht. De meteorieten verbranden. En dit soort jongens die ik net liet zien, die zie je eigenlijk alleen maar in musea. Maar stel dat je er eentje toch nog op straat tegenkomt, dan heb je wel iets heel bijzonders in je handen. Geen mens die ooit de sterren ziet, want zover kijken we zelfs niet bij helder weer. Wel rijkt ons blikveld mijlen ver, maar niet tot aan de avondster of grote beer. Licht dat al weg is, zie je toch, het is één groot gezichtsbedrog aan het firmament. Ik weet dit alles al zo lang en toch, ik raak er, ben ik bang, nooit aan gewend. Voor mijn gevoel is de aarde plat en elke ster gewoon een gat in het blauw gewelf. Men zegt ook dat de aarde draait, ja misschien als het heel hard waait, maar niet vanzelf. Net als bij de maan vinden er bij de zon af en toe verduisteringen plaats. Deze beelden zijn in 1973 gefilmd in Afrika, in Kenia, toen de zon daar werd verduisterd. De Turkana-stam was angstig voor dit natuurgebeuren. Met dans en gebed werd het onheil afgewend. Ja.
Intussen vond de verduistering plaats. De natuur reageert. Kippen gaan op stok. Het wordt echt donker. Er steekt een wind op. Goedenavond. De naam is professor Fetze Alsenouts, hoogleraar aan de Universiteit van Harderwijk, dat is wel bekend. Ik ben sterrenkundige. Voor onze voorouders, ja, die op technisch gebied niet zo ver ontwikkeld waren als wij, maar ja, wat is vooruitgang, niet waar, speelden sterren een hele belangrijke rol in hun dagelijkse bestaan. De Grieken bijvoorbeeld, die waren er heilig van overtuigd dat mensen en dieren als sterren aan de hemel konden komen te staan. Denk in dit geval maar eens aan Orion, hele bekende jager. Die kwam na zijn dood als een sterrenbeeld aan de hemel te staan. Samen met zijn hond Sirius. De Egyptenaren, de Babyloniërs, die geloofden ook heilig in de invloed van de sterren. In de Bijbel speelt een ster een hoofdrol. Weet je wel, die ster die die wijze uit het oosten helemaal naar Bethlehem wijst. Ja, en in onze tegenwoordige tijd denken de geleerden eigenlijk dat bij de oerknal stukken materie de ruimte zijn ingeslingerd. Al die sterren zijn eigenlijk allemaal zonnen, maar dan heel ver weg. Wij kijken niet naar die sterren zoals ze er nu uitzien, wij ben je mal zeg. Wij zien ze zoals ze duizenden jaren geleden eruit zagen. Zo'n tijd heeft dat licht nou nodig om helemaal van daaro hiero te komen. Wij kijken als het ware in een ver verleden. Dat is toch onwaarschijnlijk en ongelooflijk en onvoorstelbaar. Daarom hou ik het persoonlijk liever op de theorie van mijn moeder. Ja, de goede mens zei altijd, die sterrenhemel, dat is gewoon een blauw fluwelen lap. En die wordt langs de hemel getrokken door elfjes en kaboutertjes. Als wij slapen. En die sterren die je ziet, dat zijn allemaal gaatjes en slijtplekjes in die blauw fluwelen lap, waar dan de zon doorheen schijnt, hè? Dat is misschien een beetje een primitieve theorie. Maar tot op heden heeft niemand hem met wetenschappelijke argumenten weerlegd. Denk daar maar eens over na. Volgende keer totaal iets anders. Waarom gaan tulpen hangen als je ze afsnijdt?